Al voor de zevende keer wordt de rolstoel driedaagse georganiseerd. Bewoners van de Orangerie gaan met rolstoel naar buiten en maken een mooie wandeling. Dit is de derde dag, dus het is de laatste dag van onze drie dagen. Nou, het is gewoon fantastisch. We hebben prachtig weer. Mensen genieten, zoals jullie kunnen zien. Vandaag hebben we nu de stop bij het jongerencentrum Stadijk. We hebben ijsjes, we hebben drinken, we hebben een koek. Ja, gewoon genieten. En dat is de pauze. De eerste dag was iets te warm, maar toen hebben we de route ingekort. Maar het was heerlijk. Mensen hebben genoten. En bij thuiskomst bij de Orangerie hadden we de poffertjeskraam. En de tweede dag, die was eigenlijk qua weer ook perfect. Hebben we de pauze gehouden bij het zusje in Dukenburg. Mochten we ook. Is allemaal gesponsord. En bij thuiskomst hadden we frietjes met gehaktballetjes en ook weer live muziek. En van straks als we terugkomen, ja, dan komt de burgemeester en die reikt de medailles uit die ik zelf gemaakt heb. En dan krijgen de mensen een bloem. Het wordt een heel groot feest, want er is een koor en de postharmonie staat ons als we aankomen, staat hij ons op te wachten. Binnen hebben we dan een heel groot koor wat gaat zingen en binnen hebben we dan broodjes kroket. Er zijn 32 bewoners die meedoen. En dat is van de Orangerie en van de Wollewei. En de Wollewei, dat zijn de twee afdelingen die bij ons gewoond hebben. Maar die zijn verhuisd naar de Wollewei. En die doen toch mee, wat echt helemaal fantastisch is. Ik ben ook de oudste deelnemer dan. Want ik ben de oudste bewoner van de Orangerie. Gewoon doorgaan met ademhalen, en dan kom je er wel. Ik kan blijven zitten. Heerlijk. Het gaat nog allemaal heel goed. Ik haal de finish. Zeker weten. Het gaat heel erg goed, ja. Ja, het is ook heel erg gezellig. Lekker mooi weer en de omgeving is ook mooi, hè, waar we nou doorheen lopen. Wij moeten zo ook gaan, ja. Maar het is, ja, dit is gewoon heel erg leuk. En het is misschien de laatste keer dat ze het kunnen doen. Dat ze zo meteen verhuizen naar een andere plek. En dan worden de activiteiten eigenlijk verminderd. Na 2,5 kilometer lopen hebben alle deelnemers de finish bereikt. Burgemeester Brul staat klaar om ze te huldigen. Dat zijn we heel blij omdat hij er is. Ja, is echt super. Ja, dus die gaan de medailles en de bloemen gaan we uitreiken. We hebben fantastische dagen gehad. Het is heel erg mooi om erbij te zijn. Ik heb het een paar jaar geleden ook mogen doen. En dit is toch eigenlijk voor de laatste keer hier in het huis verbonden. Dus toen ze wat vroeger zei ik, nou, dat vind ik wel bijzonder. Want het is een heel erg leuk evenement. Wat de bewoners ook al de enorme prijzen hebben gesteld. En mooie hulde ook al die vrijwilligers die al die jaren mogelijk hebben gemaakt.